Hey, Kerfstick Mini Game. Welkom bij een nieuwe episode van Let's Play Roller Coaster Tycoon 2. Oh, wat gebeurt hier? Oké, blijkbaar is er hier iets mis. Oh, dit is heel erg stom. Mensen blijven hier vastzitten. Ze komen er echt niet uit. Maar weet je wat het is? Ik kan het ook niet aanpassen. Ik hoop niet. Kijk, deze mensen tellen niet mee als mensen in het park. Dus dat is op zich geen probleem. Het is niet dat onze parkweting nu naar beneden gaat omdat deze mensen ongelukkig zijn. Maar misschien zijn het wel mensen die. Misschien zijn het potentiële gasten uit het park. Oh, dat is echt heel stom. Eigenlijk moet ik er even naar kijken. Waar komen deze mensen vandaan? Ja, ze lopen hier op de parkeerplaats, maar daar hebben we niks aan. Ik kan het niet aanpassen. Ik kan ook niks slopen. Nou, eerst moet ik weten waar ze vandaan komen. Maar ja, als er niemand spant, zeg maar, kan ik dat ook niet weten. Gaan deze mensen erheen? Kijk, ja, ze gaan toch het park uit. Dus dan maakt het niks uit. Als dit al oude gasten zijn, vind ik het niet erg. Oké, die is net ontsnapt. Die is heel erg moe, ja, dat snap ik. Daar komt iemand aan, maar die loopt gewoon naar het park. Ja, dat valt me echt nu pas op. Echt, de eerste seconde dat ik opneem, valt me dit opeens op. Was in de vorige episode waarschijnlijk ook al. Ja, moet eigenlijk wel. Dus dat is stom. Nou ja, ik wou. Oh, laten we heel even kijken wat hij doet, want ik ben toch wel heel erg benieuwd. Ja, wat ik deze episode eerst wou doen, was de tramlijn uitbreiden. Oké, die loopt gewoon door, dus dat is in ieder geval goed. Ik heb nu twee zien doorlopen. Je moet er echt een tijdje naar kijken. Dan weet je pas echt. Dan weet ik pas echt of ik iets aan moet doen, zeg maar. Ja, ik wou de tramlijn uitbreiden. Maar toen bedacht ik me dat het eigenlijk niet zo handig is. Omdat de mensen zich dan gaan verspreiden over het hele park. En dat is een beetje stom aan het begin. Als er alleen bij de ingang attracties zijn. Want dan gaan de mensen daar rondlopen. En dan hebben ze verder niks te doen. Dus dat wil ik eigenlijk wel. Ik vind het wel leuk om iets met die trams te doen. Ik was van plan om een gigantische tramlijn van hier naar het einde van het park te maken. Maar ik weet niet zeker of dat wel zo handig is. Want je kan geloof ik per baan maar 5 stations hebben. Per attractie 5 stations. Dus dat betekent dat we over deze hele afstand maar 5 stations kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld 1, 2 aan deze kant en 1, 2, 3 aan de andere kant. Dat is misschien te weinig. Als dat te weinig is, dan maak ik gewoon 2 tramlijnen. Dus dat moeten we even zien. Maar ja, sowieso maar 5 stations, dat is niet veel. Dus daarom ben ik van plan om nog vertakkingen te maken met bijvoorbeeld de taxi-trams die we ook nog hebben. We hebben ook Londense bussen, weet je. We hebben hartstikke leuke dingen. Schoolbussen, dat is iets minder leuk. Standaard trams, die hebben we hier al. Kunnen we hier het dingetje van? Nee, dat kan niet. Oké. En wat staat hier? 10 passengers per car, dus per tram. Oké, 9 keer 2 keer 10, dat is 180. Het is nogal wat. Het heeft een hele goede capaciteit. Dus ik denk dat zelfs. Want daar maakte ik me eerst druk om. Maar zelfs als de baan heel lang is. Dus als je heel erg lang moet wachten op een trein. Ik denk dat het dan alsnog goed gaat komen. Omdat we veel treinen hebben. En in elke wagon kunnen gewoon 10 mensen. Dus dat lijkt me goed. Ja. Ik denk niet dat we ons heel druk hoeven te maken om de capaciteit. En dit is wel het maximum. Ja, 9 is het maximum. Misschien wordt het maximum hoger als ze de baan langer maken. Misschien is het daar wel van afhankelijk. Want het station is helemaal niet lang genoeg voor die 10 treinen. Of 9 treinen. Maar dat gaat in ieder geval heel goed. Ik kreeg ook een reactie van Joren. En die zei dat het leek hem beter om de wachtje te verwijderen. En weet je wat, dat ben ik met je eens. Want het zag er gewoon echt niet uit. Dus. Nu is er geen wachtrij. Als je erin wil, dan moet je gewoon gaan eigenlijk. Of ja, je kan wel even bij de deur wachten, zoals die persoon deed. Maar ik geloof niet dat ze veel meer kunnen doen. Ja, dus dat lijkt me prima. Ik hoop niet dat het een invloed heeft op de capaciteit. Ik hoop dat er meer dan één persoon, zeg maar, aan de deur kan wachten. Ik weet niet zeker of dat waar is. Ik weet ook niet zeker of het nodig is. Want misschien zouden mensen die er normaal gesproken in zouden gaan, eerst in de wachtrij gaan. En dan wachten. Maar dan kunnen ze nu niet in de wachtrij en dan lopen ze ergens anders in. Dus misschien heeft het een slechte invloed op de hoeveelheid mensen die er daadwerkelijk in gaan. Dus ik weet niet of dat wel zo handig is. Dus dat is misschien een probleem. Moeten we even zien. Nou, uiteindelijk ben ik dus van plan dit helemaal uit te breiden. Maar nu hebben we hier de bordjes, die geven eigenlijk het einde van het park aan voor de mensen. Maar ik wil het toch maar eens even gaan aanpassen. Ik ga hier waarschijnlijk een achtbaan bouwen. En dat doe ik dan bij een station van de tramlijn. Ik ga meteen even aanpassen. Want ik wil gewoon kijken hoe het gaat met meerdere stations. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus bouw hier een station van. Wat is het? 6 blokjes lang, geloof ik. Dus het is precies aan de andere kant. Zeg maar.
Precies op de helft van de baan eigenlijk. Dus dat lijkt me prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan doen we dit. En dan ja, komt hier een ingang en dan uitgang. Ja, dat werkt niet heel erg goed bij die boom, maar het kan. Nu heb je daar een beetje een vreemd stukje, maar dan kunnen we altijd stoelen plaatsen, bankjes kunnen er plaatsen of we kunnen daar een kraampje doen. Oké, dus hoe ga ik dit doen? Ik wil eigenlijk, ik ga denk ik deze borden weghalen. Dit gaat weg en dit gaat weg. Het is misschien een slecht idee, misschien gaan mensen zich nu vervelen. Ik hoop het niet. Kijk, nu kunnen mensen hier dus heen lopen. Hier komt uiteindelijk een achtbaan, maar voor nu gaan de mensen zich even vervelen. Maar ik wil gewoon kijken hoe het werkt met de tram. Nou weet je, ze kunnen natuurlijk in de tram. Dus mensen die het echt leuk vinden, die gaan zich niet vervelen omdat ze in de tram kunnen zitten. Maar ik weet niet of mensen dat echt zo spannend vinden. Oké, nog steeds 9 treinen met 2 wagens per trein. 2 trams. En zou dus kunnen dat dit langer wordt naarmate de baan langer wordt, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Is hier iets waar ik kan zien hoeveel mensen... Ja, er zit nu 1 persoon maar in. Dat is toch wel heel weinig, hè? Ja, ik weet het niet. Ik kan dus nood, als ik denk dat het echt een slechte invloed heeft, kan ik alsnog 1 tegeltje wachtrij doen. Hoeveel kost het eigenlijk? Ja, 3,50. Dat is nogal wat. Dat betalen ze gewoon en vinden ze goed. Ja, er komen al de eerste mensen. Hopelijk vinden die het leuk om in een tram te zitten, want dan hebben ze hier ook wat te doen. Wat ik me afvraag, als we hier de... ragtime style doen. Die hoor ik nu niet. Dat wordt blijkbaar alleen daar afgespeeld. Oké, dan hebben we er niks aan, want daar is al muziek. Dus dan doen we dat uit. Oké, er komen wat mensen. Gaan ze in de tram? Ik denk het niet. Het is heel erg stil. Maar wat ik dus wou zeggen is dat ik dit gewoon dicht laat. Dit laat ik afgesloten. Want hier komt nog niks. Hier komt nog een achtbaan, weet je. Dat is nog iets. Maar als mensen hier gaan rondlopen, dan hebben ze echt niks te doen. Dus dat laat ik voor nu zo. En hier kunnen ze nu wel vrij rondlopen. Dus dat lijkt me prima. En we hebben hier een manier om van links naar rechts te gaan. En je kan ook hier voor de ingang langs, zeg maar. En ik zie al vieze palen, dus we moeten personeel aannemen. We moeten trouwens ook mechanics aannemen. Zo. En alles moet staan op 30 minuten. Oké, dat staat op 10 minuten. Dit dan waarschijnlijk... Oh nee, dit niet. Zo, trams nog even op 10 minuten. Heel erg belangrijk. Oké, die staan al gelukkig al op 10 minuten. Ja, even kijken, waar was ik? Oh ja. Daar is een pad naar de overkant en hier is een pad naar de overkant. Dat is nogal weinig. Als je hier loopt en je wilt daarheen, dan moet je dus helemaal omlopen. Wat ik kan doen is dat ik gewoon even ja, een desnoods tijdelijk extra pad maak. Weet je, het hoeft niet echt permanent te zijn. Misschien maken we later nog wel een mooie brug of wat dan ook. Maar ik maak nu in ieder geval een simpele, redelijk goedkope tunnel naar de overkant. En oké, dat hadden we met dat andere... pad gedaan. Dan doe ik dat ook nog wel even. Ja, als deze hebben ze het gaan een achtbaan bouwen. Ik weet nog niet welke achtbaan. Moet ik even kijken wat we tot onze beschikking hebben. Ik heb wel een paar attracties heb ik zeg maar voorgetrokken. Dat die niet eerst onderzocht moeten worden. Ja, ik hoop dat ik daar ook een paar leuke achtbanen bij heb zitten. Ik geloof dat ik wel de standaard achtbanen erbij heb zitten. Zeg maar de achtbaan, het looping, houten achtbaan. Dat hoop ik tenminste. Want dat zijn attracties die je graag... Waar ik graag mee wil beginnen. Nou, ik tenminste. Oké, er zitten nu 5 mensen in. Oké, maar nog niet alle treinen zijn in gebruik. Ik ben best wel benieuwd om te kijken hoeveel mensen erin zitten als alle trams gebruikt zijn. Dan moet je even nadenken. Want dat zijn dus, laten we zeggen dat 10 mensen zijn. 10 mensen van de 180 die erin kunnen. Is een beetje belachelijk. Maar ja, als het park groeit, dan zal dat getal ook wel groeien. En misschien helpt het ook wel als ik nog een mini wachtrij toevoeg. Maar Jon had wel gelijk. Het is zo in ieder geval veel mooier. Veel, veel mooier. Als mensen nou gewoon een rij konden vormen op een pad. Weet je, je hebt toch niet per se hekjes nodig om een rij te vormen. Nou, deze mensen blijkbaar wel. Ja, er zitten nu serieus maar 4 mensen in. Iets wat we op het einde ook nog kunnen doen. Als we genoeg geld verdienen, kunnen we dit gratis maken. Want het is niet echt bedoeld als een attractie. Het is gewoon een manier van transport. Dus we kunnen het ook gewoon gratis maken dat er geen drempel is om het te gebruiken. We willen eigenlijk dat mensen dit zoveel mogelijk gebruiken. Want dan kunnen ze sneller naar verschillende gebieden in het park gaan. Nou, is het wel sneller? Is het sneller dan lopen? Het is een heel klein beetje sneller dan lopen. Maar ja, als je ook nog moet wachten, is lopen waarschijnlijk toch sneller. Die trams zijn echt helemaal niet snel. En je kan het snelheid waarschijnlijk ook niet aanpassen. Nee, dat kan niet. Oké, dat is echt opvallend. Dan is een trein misschien sneller of misschien ook niet. Hoe snel gaan ze? Even kijken.
16, okay, 16 kilometer per uur, dat is nogal aardig wat zou je zeggen. Maar als je dat vergelijkt met iemand die loopt, dan zie je dat die wel wat sneller gaat, maar eigenlijk niet heel veel sneller. Nou kijk, op zo'n afstand maakt het echt wel wat uit. Maar ik had wel verwacht dat ze sneller zouden zijn eigenlijk. Nou, ik denk dat dat genoeg is over de trams. Ik vind het in ieder geval een heel leuk idee. Ik heb hier echt heel veel plezier in. En deze is nu ook gewoon aan het... Kijk, dat is ook vervelend. Ze zijn aan het wachten op klanten. En dan houdt het de hele boel op. Dus eigenlijk moet dat er niet zijn. Ja, kijk, dit staat ook uit. Misschien moeten we dit gewoon doen. Kijken wat er gebeurt als we dit aanvinken. Vertrekt die dan ook meteen? Want eigenlijk, weet je, het heeft geen zin om meerdere treinen in het station te laten staan. Want dan hou je het hele gedoe op. Dus dit is denk ik beter. Hoop ik. Want je hebt nu twee treinen in het station. Het liefst wil ik eigenlijk maar één trein in het station. Ik wil het liefst dat ze gebruik maken van alles, maar er is waarschijnlijk een minimale afstand die er tussen moet zitten. En daar moet hij dan daar moet hij zich dan natuurlijk aan houden voor de veiligheid of zo. Dus ja, ik denk dat ik er zo wel mee kan leven. Ja, ik heb er geen zin in dat er meer dan drie treinen per station stilstaan. Dat lijkt me geen goed idee. Dus ja, dat was dat. Oh, ik vind het zo leuk. Ik kan hier een hele episode over praten eigenlijk, dat openbaar vervoer. Ja, hartstikke leuk is dit. Oké, dus we hebben wel een houten achtbaan, achtbaan looping. Waar gaan we voor? Hypercoaster vind ik altijd heel erg leuk. Ja, we gaan gewoon voor de hypercoaster, want dat is ook best wel eenvoudig. Je hebt namelijk geen inversies. En ik denk dat ik het een beetje klein hou, aangezien we maar 5000 euro hebben. En ik heb wel een lening beschikbaar, het op een beschikking van 50.000, maar de rente is best wel hoog. Standaard is geloof ik 10%, deze staat op 15%. Ik heb ook wel eens moeten leven met een rente van 19%. Nou, dat was echt geen pretje. Dus we proberen zo min mogelijk te lenen. En ligt het aan mij of worden dit er steeds meer? Ik denk dat het er steeds meer worden. Oh, wat stom. Er komt wel af en toe iemand uit. En die gaan dan ook weer richting het park. Ja, weet je wat het is? Ik kan me nog herinneren dat ik hier een soort van spawn had gezet voor mensen. Misschien moet ik de vorige episode, misschien moet ik de vorige episode dan even terugkijken of even dit park openen in de scenario editor. Ja, of dit landschap even openen, dit scenario openen in de scenario editor om te kijken wat ik daar precies mee had gedaan. Weet je, het is nu eigenlijk al te laat om opnieuw te beginnen, denk ik. Ja, dat is stom. Ik had hier op een gegeven moment wel een spawnpunt, omdat ik het leuk vond dat mensen van een parkeerplaats zouden komen. Ik dacht dat ik dat spawnpoint uiteindelijk had verplaatst. Dat ik dat gewoon hier ergens midden op het pad had gezet. Omdat ik dacht dat het niet zou werken omdat het een wegpad is. En niet een echt pad, zeg maar. Dus ik dacht dat ik dat had verplaatst. Maar blijkbaar spawnen hier alsnog mensen. Of ze lopen hierheen. Ja, kijk, die loopt hier gewoon heen. Wat stom. Ja, en er kwam eerst nog een error message. En ik dacht dat het hier aan lag. Dus toen had ik het verplaatst. Maar ja, het is nog steeds een probleem. Oké, ik hoop niet dat dat betekent dat het nu heel moeilijk is om gasten naar het park te krijgen. Maar tot nu toe, kijk, ik heb met drie attracties al 184 gasten, dus dat lijkt me vrij normaal. Oh, nog één dingetje, vraag me af. Ik heb al gezegd 240 per uur, ja, dat is natuurlijk ook niks, hè. Er zitten gewoon 7 mensen in. Nou, hij verdient misschien wel het meeste van alle attracties hier. Denk het eigenlijk niet. Oh ja, die verdient 1500 veel meer. Die verdient ook nog meer. Ja. Nou, ik hoop dat als we meer mensen in het park hebben, dat er dan ook meer mensen ingaan, maar ik denk toch dat het helpt als we die wachtrij hebben. Want het probleem is, als er nu één iemand staat te wachten, dan komt er geen tweede bij. Want ze vinden het. Ze kunnen geen wachtrij vormen. Kijk, dat zag je net. Ja, ze kunnen geen wachtrij vormen zonder wachtrij. Dus weet je, ik denk dat het zo een beetje hindert als we geen wachtrij hebben. Weet je, laat het zo even lopen. Kijk af en toe hoeveel mensen erin zitten. En dan doen we straks nog een testje met één blokje wachtrij. En dat is dan een goede tussenoplossing, zeg maar. Want dan. Ja, dan weet je, dan ziet het er niet heel lelijk uit, omdat we maar één blokje wachtrij gebruiken, maar het is wel goed voor de capaciteit. Dus we gaan gewoon lekker bouwen. En in het park heb ik eigenlijk voor het eerst mezelf alle ruimte gegeven die er was. In het vorige park hadden we natuurlijk een beetje weinig ruimte, omdat die omgeving in het park daarvoor had ik wel veel ruimte, maar weet je, het plot was gewoon een stuk kleiner. Het is 250 bij 256 bij 256. Dus we hebben nu echt alle vrijheid en alle ruimte. Nou ja, dat is tot ons geld op is natuurlijk. Tot onze lening helemaal klaar is. Oké.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, waarom zouden we geen lang station doen? We hebben toch alle ruimte. Nou ja, langere stations zijn natuurlijk niet altijd beter. Daar moeten we wel aan denken. Wat nou als ik iets leuks ga doen een keer? We beginnen even wat hoger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kans dat ik het station uiteindelijk korter maak. En dan doen we dit. Wel een kleine spiraal dan. Zo. We kunnen er dan nog een grote van maken. Ik denk dat is niet per se heel leuk of zo, want je hebt weinig snelheid en je gaat door een grote bocht, dus dat is misschien saai. Maar het ziet er denk ik wel heel cool uit. Dus daar ga ik gewoon voor. Dan gaan we omhoog. Ja, ik moet sowieso mijn lening wel aansnijden, zeg maar. Dat zie ik al meteen. Nog heel even een check. 8 gasten. Oké, nieuw record. Dat is mooi. Oké, we beginnen hier ook gewoon op 0 meter. Dat vind ik ook fijn, want in sommige scenario's is dat anders. Dan is het land al verhoogd, zeg maar. En het is een stuk natuurlijker als je gewoon begint op 0 meter. Dan is het allemaal veel makkelijker om te beslissen wat je moet doen. En om te kijken hoe hoog je moet gaan. Omdat je zeg maar een beetje die standaardwaardes kent. Ik had geloof ik in het Ik Ben Je Game scenario. Dus dat is ook een plat scenario zoals dit. Was het van Make Your Own Six Flags scenario of zo. Daar had ik ook. Daar had ik geloof ik de eerste achtbaan tot de 14. En de hoogste achtbaan had ik. Die was geloof ik 21 of 23 meter hoog. Weet je. Dan. Die standaardwaardes ken ik nu. En daar baseer ik een beetje de rest op, zeg maar. Dus dat vind ik wel fijn. Het wordt dus best wel klein. 13 meter. Dat is nog kleiner dan de eerste achtbaan in het Ik Ben Je Game scenario. Dus dat valt wel mee. Oké, en hier zelfs. Het is best wel raar. Sommige mensen, ze blijven allemaal op één plekje. Maar soms heb je een uitschieter. Zoals die. En die. En die. En er nog een paar. Oh, ik vind het echt heel raar. Ik hoop echt niet dat dit een slechte invloed heeft. Kijk, ze zijn buiten het park. Dus ze zouden geen invloed moeten hebben. Oh, kijk. Hier hebben we wat aan. Kijk, ik klik er even 100 aan. Ja, ze hebben allemaal 60 euro. Oké, die heeft iets gedaan. Die heeft iets gedaan. Die heeft niks gedaan. Die heeft niks gedaan. Die heeft iets gedaan. Dus ik denk dat sommige van deze nog niet in het park zijn geweest. Dat is een beetje. Daar maak ik me een beetje zorgen om. Nou, sommige zijn ook gewoon al klant geweest. Dat maakt het niet uit. Ja, dat is stom. Nou ja, we gaan hier gewoon lekker verder bouwen. Laten we ons er nu niet heel erg druk om maken. Want dat is ook niet leuk, denk ik. Hier kunnen we overheen gaan. Ja, het is een best kleine achtbaan. Misschien heb ik mezelf te erg beperkt met de hoogte. En ik vind het altijd wel heel erg leuk als achtbanen zo langs het pad gaan. We kunnen ook over het pad heen. Zolang het niet te rommelig wordt. Want het kan er misschien ook rommelig uit gaan zien. En dat wil ik niet. 7 meter, 9 meter moet kunnen. Ja, weet je. We gaan hier even iets bijzonders doen, denk ik. Iets wat een beetje bijzonders is. En we hebben iets wat een beetje bijzonder is. En we hebben nu ondertussen al geen geld meer. Dus ik denk nog even 5000. Ik denk dat dit best wel wat kan worden. Tenzij ik die boom raak. Raak ik de boom? Ja, helaas. Ik kan er een kleinere boom voor in de plaats doen. Ik denk dat ik daar best mee kan leven. Is het patroon even verpest? Maar weet je, maakt niet heel veel uit. Die kan. Wat zag ik nog meer? Ik zag deze. Ja, dat vind ik op zich prima. Oké, dus dan doen we dit. Hoe snel zou die hier gaan? Dat is maar 7 meter hoog. Dus ik denk dat hij wel genoeg snelheid heeft voor wat ik wil doen. En ja, we hoeven hier ook niet echt compact te bouwen. Tenzij ik dat echt wil. Oké, 9 gasten. Dus dat is op zich best wel veel. Ja, kijk af en toe naar de trams. Maar 9 gasten, dat betekent dus gemiddeld 1 persoon per tram. En dat is toch wel heel weinig. Ja, dat is wel jammer. Weet je wat? Ik denk dat ik nu de wachtrij ga plaatsen. En dan kijken of het invloed heeft. Dus 1 blokje wachtrij. Daar passen geloof ik echt 6 mensen in. Maar misschien heeft het wel invloed. Oké. Dus. Wacht. Het is een beetje vervelend dat ik steeds dingen tussendoor doe. Maar als ik dit op 1 zet, hoeveel mensen kunnen er dan in? Dat gaan we straks testen. Dat is dan voor de volgende test. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind, zoals je merkt, echt heel erg leuk om dingen te doen met die trams. Oké, weet je, we gaan hier eerst even naar beneden. Ja, ik was er namelijk wel van plan om. Even kijken. Ik was er van plan om even een spiraal te doen. En om dan weer terug te gaan naar de andere kant. Oké, dit werkt. En als ik dan een grote spiraal doe, dan raak ik die bomers. Oh nee, die raak ik niet. Dus dat is eigenlijk heel goed. Nou, dan doen we dit. 3 meter en dan gaan. Nee, oké. We kunnen nog niet naar boven. Hoe kom ik hier onderuit? Ik kan zo'n bocht gaan doen en dan lukt het wel. Ja,
Zo, dan gaan we weer naar boven. 5 meter, 6 meter. Ik wil het liefst niet nog een boom slopen. Dit zou wel cool zijn, denk ik. Gewoon even een klein uitstapje naar de andere kant. Maar misschien moet ik het niet zo groot maken. Wat nou als we dit doen? Dat wordt misschien een beetje intens, maar ik denk dat het net op de grens is, zeg maar. Ik denk dat het wel moet lukken. Maar ik kan er natuurlijk ook heel erg naast zitten. Oké. En het leuke voor Rollercoaster Tycoon 1 en 2, dat vind ik echt geweldig van dit spel, is dat als er paden onder de... Oké, wacht. Schiet je niet zoveel meer op? Nou, nu zie je het wel. Als er paden onder de attractie staan, plaatst het spel alsnog af en toe ondersteuning. In Rollercoaster Tycoon 3 kun je letterlijk alle ondersteuningen weghalen door de paden onder te plaatsen. Dat is natuurlijk heel erg onrealistisch. Weet je, dat zou meteen instorten. En hier plaatst hij af en toe extra. Dus dat is heel erg mooi eigenlijk. Dat is echt goed om te zien. Plaatsen er hier ook eentje? Nee. Oké, hier had ik er wel graag één gezien. Nou, dat is wel jammer. Dat ziet er namelijk niet stevig uit. Dan haal ik hier gewoon een stukje pad weg. Want kan echt niet. Hij heeft er nog steeds geen geplaatst. Oké, dat is een beetje raar. Even kijken. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik hiermee wil doen. Want om hier uit te komen, dan moet ik eerst een stukje rechtdoor doen. Zo, rechtdoor gaan zoals jullie zien. Ik weet niet echt of dat wel mooi is. Oké, dat kan niet. En dan gaan we onderdoor. 6 meter. Dan weer naar beneden. Oké, dat kan niet. Misschien was het niet zo'n heel goed idee eigenlijk. Oké, gaan we hier naar de grond. Kijk, hoe ziet dat eruit? Ziet er best oké uit. Alleen dit rechte stukje vind ik zo jammer. Wat we ook kunnen doen is... we kunnen ook gewoon de andere kant op gaan. Misschien is dat wel het beste. Dus dan doen we hier alvast een spiraal omhoog. Dan zit het alvast een beetje op hoogte. En dan gaan we misschien nog even wat hoger. En dan doe ik gewoon even wat... doe gewoon even wat simpele heuveltjes. Zo. En waarom komt er nu geen ondersteuning? Dat is stom. Dus blijkbaar is het alleen als er een bocht is of zo. Nee, nu is het nog steeds niet. Dat is raar. Ik vind het echt een geweldige feature, maar dan moet het wel altijd werken. Oké, nu zitten er al 11 mensen in, dus ik denk dat het wel een beetje een invloed erop kan hebben. Want ik kan best leven met één stukje rijpad. Ik denk dat dat prima is. Nu zit het ook naar 480 per uur, maar dat is niet altijd heel erg nauwkeurig. Dus daar kunnen we niet echt iets duidelijks over zeggen. Dit kan ik doen. Ik kan ook nog hoger gaan, 8 meter. En ik wil wel ergens het liefst een mid-course break run. En dat kan ik hier doen, weet je. Maar dat lijkt me heel erg onrealistisch. Dus ik denk niet echt dat ik dat wil. En nu pas komt er weer een ondersteuning. Waarom duurt het zo lang? Waar slaat dat op? Oké. Misschien dat we hier weer even een bochtig gedeelte doen. Ik heb trouwens wel iets bedacht voor die ondersteuningen wat ik kan doen. Ja, ik kan natuurlijk gewoon simpelweg pad slopen. Als ik weet wat ik precies moet slopen. Ja, dit kan ik slopen. Maar het doet helemaal niks. Oké, daar is nu wat. Dus dat is mooi. Maar wat ik ook kan doen is dat ik iets ga doen met omgeving. En ik denk dat ik wel weet hoe ik dat moet doen. Want we hebben hier hebben we wat dingen, maar dat is niet echt geschikt, denk ik. Abstract thema hebben we ook wel dingen. Maar de eerste, ja, dit heb je. Je hebt hier gewoon een simpele pilaar. Even kijken. Dit werkt niet echt, hè? Nee, want het gaat naar de zijkant van het blokje. En als ik dit doe, want dan komt het in het midden. Even kijken. Raakt dat het? Ja, bijna. Het komt in ieder geval heel erg in de buurt. En dan kan ik er heel goed eens... Ja, zoiets zou je kunnen doen. En dan... maar dat is misschien nog een betere optie. Wat nou als we gewoon dit erbij pakken? Zo. En oké, dan komt dat helemaal niet goed uit. Oh, dat is jammer. Ik denk niet dat ik hier iets van kan maken. Misschien als we het pad op een bepaalde manier aanpassen. Want daar kan het ook aan liggen. Wat nou als we dit... Nee, oké, het ligt er misschien niet aan wat voor kleurpad het is. Want ja, ik dacht dat het misschien zou kunnen. Oké. Wat nou als we hier nog wat toevoegen? Ja! Oké, succes. Dat werkt. Ja. Oké, dus dan maken we hier gewoon een food court van. Het zou best kunnen dat mensen nu al honger hebben. Dat kan ik ja, iedereen heeft honger, oké. Maar mensen kunnen daar nu nog niet heen. Oké. Weet je, dat wordt een food court en andere dingen. Er komt waarschijnlijk nog ergens aan het begin van het park een kleine food court. Oké, deze weg. We gaan straks verder met de achtbaan, want het is blijkbaar heel dringend nu dat mensen honger hebben. Wat ik ook best wel kan begrijpen. Want we zijn al best een tijdje bezig, dus hier komt een hamburgerkraam. En meer even niet, want het kost natuurlijk ook allemaal geld. Oké, zo.
Ja, prullenbakken erbij, heel erg belangrijk. Zo, dus daar hebben we even een hamburgerkraam. En ik doe er hier bij het begin. Ik doe hier bij het begin van het pak ook nog wel iets. Het is misschien wel leuk. Nou, ja, zal ik dat doen? Ik doe dat maar gewoon even. Als het te druk wordt, kunnen we dat altijd nog gewoon vervangen door een stukje pad. Want weet je, ik heb nu een pad van 6 blokjes breed. Maar als ik er dan allemaal kraampjes in ga plaatsen, schiet het natuurlijk niet op. Dan wordt het alsnog veel te druk. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, hier even overal prullenbakken. Probeer gewoon tussen elke boom tenminste één prullenbak te plaatsen. Dat lijkt me iets goeds om ons aan te houden. En uiteindelijk moet er nog veel meer worden. Ja, maar dan ziet het dus best wel leuk uit als foodcourt. Ik vind het jammer dat die boom precies in de weg staat. Anders vervang... Ik denk dat ik uiteindelijk al de bomen vervang door die boom. Want ik wil gewoon niet dat ze... Weet je, je zag het al bij deze achtbaan. Ik wil niet dat ze ruimte van attracties gaan innemen. Of ons zicht te veel blokkeren. Oké, dus ik doe nu even dit. Even een... 45 graden bocht. Even kijken. Ja, dan misschien weer eentje de andere kant op. En dan kunnen we nog een keer in de spiraal doen. Maar ja, dan kunnen we nog een keer in de spiraal gaan. Maar ik denk dat ik liever even wat anders doe. Dat ik liever even wat anders doe. 7 meter. Ik denk dat dat wel kan werken. Maar dan moeten we hierna wel echt wat lager heuvels maken. Oké, inkomen van attracties gaat op de een of andere manier omhoog. Ja, want we hebben wat meer gasten erbij, dat is fijn. Nou, dit lijkt ook wel beter te gaan. Nou, nu zit er maar 5 in. Dat is een dieptepunt. Oh, jongens, kijk, iedereen koopt kip. Iedereen, oké. Dat is altijd zo mooi om te zien. En het is ook zo duidelijk dat ze allemaal hetzelfde hebben, allemaal die kip. Kopen mensen ook hamburgers? Even kijken. Ja, 6, oké, dat valt wel mee. En hier, 41, wauw. Het is toch wel wat. Oh, dit wordt steeds erger. Dit wordt echt steeds erger. Kan je nagaan hoe het is als we straks 5000 bezoekers hebben? Nou, dat is tenminste een beetje mijn doel. Ik weet niet of we dat gaan halen. Ik hoop het wel. Dat is een beetje een stomme designfout eigenlijk voor mij. Oké, dus hier gaan we naar beneden. Dan hoop ik dat er ruimte is voor iets stijls. Nee, dat is er niet echt. Dus dan doe ik even dit. En misschien dat ik hier... Nou, ik denk het niet, maar misschien... Nee. Omhoog kan ook niet. Dan doen we misschien... Gewoon een kleine spiraal. Deze achtbaan heeft een best interessante vorm. Omdat het hier zo langs het pad gaat. Nou, weet je, ik denk dat ik eerst wat anders ga doen. Ik doe hier even iets leuks met airtime. Klein beetje airtime. En dan komt hier denk ik maar weer een spiraal. Grote spiraal. En dan een kleine spiraal. Wat waarschijnlijk best wel intens wordt. Maar dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, doen we gewoon dit. En dan ga ik waarschijnlijk al naar het einde... toewerken. Zo, nog een keertje misschien omhoog naar de 5 meter. Ja, dat moet kunnen. En weer gegeld. Oké. doen we dat nog even. Ik denk dat het hier met deze hoeveelheid geld wel moet lukken. Zo, 4 meter en dan zo'n bocht. En hier onderdoor misschien. Ja, zo. En dan moeten we... Oh, ik heb geen mid-course breakaway gedaan. Daar is het nu eigenlijk te laat voor. Ik ga er maar vanuit dat het ritje niet vreselijk lang wordt. En anders kunnen we het later toevoegen. En dat ga ik waarschijnlijk niet doen. Maar het kan. Als ik het echt wil. Oké, hier kunnen we dit doen. En dan kunnen we weer omhoog. Ja, eigenlijk wil ik daar precies uitkomen. Maar dat is niet echt mogelijk, denk ik. Oké, zo kan het. En dan als we hier... Ja, nou, nee, niet echt. Er is een mogelijkheid, maar ik weet niet echt of ik dat mooi vind. Nee, weet je, we gaan het anders doen. Dat is allemaal een beetje te ingewikkeld. Oké, hier naar beneden. En ja, we gaan gewoon even helemaal naar beneden. Dan bouwen we tenminste nog wat snelheid op. En dan moeten we hier ergens weer uitkomen. Als we hier nou gewoon een blokremmen doen. En dan hier normale remmen. 20, 28... 28, hoop ik dat het zo lang genoeg is, waarschijnlijk wel. En dan doen we hier gewoon, dit gaan we gewoon even op een simpele manier verbinden. Hoe gaan we dat doen? Ja, we willen wel een schuingezette bocht natuurlijk. Dus, dat kan niet, dit kan. Nou, dat kan ook niet echt. Wat nou als we 2 van die doen? Ja, oké, dat werkt perfect. Dan doen we, weer niet genoeg geld. Ik wist echt zeker dat het zou lukken, maar blijkbaar niet. We verdienen natuurlijk niks eigenlijk. Zo. Nog een keer remmen van 28 km per uur. Een beetje overdreven veel, maar ik wil gewoon even de ruimte opvullen.
Want ik wil nooit echt saaie rechte stukken hebben. En dat is dan de achtbaan. Oké, die is af. Ondertussen zitten we ook al op 30 minuten. Oh, mensen kunnen niet naar de wc. Ja, ik heb letterlijk 30 minuten aan één stuk opgenomen. Dat gebeurt echt niet vaak. Maar dan ga ik nu even knippen en dan ga ik even wat toiletten plaatsen en ik zorg ervoor dat mensen in deze achtbaan kunnen. Oké, we zijn ondertussen weer een heel stuk verder in de tijd en er zijn best wel wat leuke dingen gebeurd. De Hypercoaster heeft de ratings best hoge excitement voor zo'n lage achtbaan eigenlijk. Het gaat niet heel snel, kost ook niet zo heel veel, maar toch een hoge rating. Dat is fijn, want dan kost hij gewoon 7,50. Ja, gaan veel mensen in en we verdienen er echt al veel aan, dus dat is fijn. Als we kijken naar wat we per maand verdienen, zie je dat het heel erg omhoog is gegaan dankzij deze achtbaan. Ja, het is echt geweldig en heeft ook nog eens een hele goede capaciteit. Er is nooit een wachtrij waarbij je echt lang hoeft te wachten, dus dat is echt heel erg fijn. Een fijne eerste achtbaan om te hebben. Verder heb ik nog wat extra kamertjes geplaatst, ik weet niet in hoeverre ik dat heb laten zien. Dit pleintje, dit is bedoeld voor een gelanceerde vrije val. En dat hebben jullie mij ook wel eens eerder zien doen, geloof ik. Maar dan beginnen ondergronds en dan bouwen die gewoon op een redelijke hoogte. En dan word je dus echt gelanceerd tussen de mensen. En die ga ik in de volgende episode afmaken. En zorg gewoon ook meteen voor dat er mensen in kunnen. Maar dat komt dan in de volgende episode. Ja, dat denk ik wel leuk om daar even een pleintje voor te maken. Dit is dus eigenlijk bedoeld als een kleine zijtak. Nou, in ieder geval voor nu. Want de grote zijtakken die krijgen dan buslijnen of iets anders leuks. Maar waarschijnlijk worden het bussen of misschien nog andere trams. Maar die krijgen buslijnen. Dat zijn dan grote zijtakken. En dat is dan de bedoeling dat ze bij een station of in ieder geval bij de uitgang van een bestaand station, dat daar dan een nieuwe lijn begint. En dat je dan op die manier kan overstappen, om het zo te zeggen. Maar hier is nu geen station, dus ik ben nu ook niet van plan om hier een extra buslijn of wat dan ook toe te voegen. Want die komen echt bij het station zelf. Dus ja, dit is even een kleine zijtak. Dat betekent dus wel, kijk, hier is een station, dus misschien komt hier wel een zijtak. Maar het kan ook zijn dat die locaties van een station later nog gaat verplaatsen. Maar als ik het zo zie, denk ik dat ze niet heel veel dichterbij dan dit moeten zijn. Anders wordt het misschien ook wel overdreven. Maar ja, dat is natuurlijk iets om over na te denken. Dit probleem is er nog steeds en het lijkt ook erger te worden, dus dat is niet goed. Wat ik hier heb gedaan, is dat ik bij elke halte, zeg maar, een bordje heb toegevoegd met die halte. En deze tram attractie heet nu tramlijn 1. En dan hebben we in de toekomst misschien tramlijn 2. En dan gaan we zo maar door. En kunnen we ook zo de buslijnen nummeren zo goed uit elkaar houden. En op dit bordje staat Main Street. Ja, dat is even de naam van de halte. Zo noem je het gewoon. Ja, de hoofdstraat in een park heet gewoon de Main Street. Dat is het beste wat ik kon bedenken. Dus dat heet gewoon Main Street. En dan deze halte heet Hypercoaster. Kijk, als ik hier een goede naam voor heb, dan vernoem ik het daarna. En als ik een andere leuke naam weet, dan geef ik de halte gewoon een leuke naam. Maar voor nu is het dus gewoon Hypercoaster. Zo heet de halte. En ja, zo gaan we het opbouwen. Dus nu heeft tramlijn 1 twee haltes. En dus het is echt een volledige lijn. Gaat heen en terug beide kanten op, zeg maar. Dus ja, kijk, als je elk station apart een naam kon geven, dan was het leuk. Want dan kon ik gewoon hier de naam van de halte weergeven, maar dat kan niet. Dat is gewoon niet mogelijk. Als je de naam verandert, verandert de naam van de hele attractie, dus ook van de stations. Dus ja, dat is wel jammer. Anders kon ik hier bijvoorbeeld van maken tramlijn 1 richting Main Street en dan hier tramlijn 1 richting Hypercoaster, weet je. Dan kon je nog beter aangeven. Dat leek me ook wel leuk om te doen, maar dat kan dus helaas niet. Misschien is er nog wel een andere manier om dat te doen. Maar dat lijkt me in ieder geval leuk. Je kan hier ook op de naam van de attractie kan je beide haltes doen. Of zo, dat je bijvoorbeeld Main Street streepje Hypercoaster. En dat wordt natuurlijk later pas echt handig als je... Oh, dat past niet. Oké, dan is dat geen optie. Dat niet. Dat zou later wel handig zijn als je heel veel verschillende haltes had of zo, een grote afstand. Maar dat werkt dus niet. Dat past gewoon, dat past simpelweg niet. Dus dat, dat kan helaas niet. Maar ik ben in ieder geval best wel blij met hoe het er nu uitziet. En hoe het nu werkt. En ook deze leuke kleine details. Vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. We hebben hier wel... Ik heb hier het land een beetje aangepast. Ik denk dat ik het maar ga terugzetten. Ik dacht dat misschien wel... Oké, dat wilde hij niet doen. Dat is stom. Ik dacht dat het misschien wel mooi zou zijn. Maar eigenlijk mag ik het helemaal niet. Moet ik nou serieus alles apart gaan doen? Nee, nu werkt het wel. En het kost natuurlijk heel veel geld. Het is best wel stom dat ik er überhaupt aan ben begonnen. Maar nu natuurlijk te laat.
dit zo snel mogelijk weer ongedaan maken, want het ziet er eigenlijk niet uit. Hier komen misschien uiteindelijk nog hekjes. Hier heb ik alvast wat van die standaard hekjes geplaatst. Oh ja, nog iets. Hier had ik dus een tunnel gemaakt, maar dat zorgde voor problemen, want daardoor ging die ondersteuning gewoon weg. Dus ik heb weer wat gedaan met wat omgeving. Het ziet er denk ik wel redelijk uit. Kan waarschijnlijk nog wel beter, maar ja, heel goed gaat het ook niet worden met de beperkte hoeveelheid die je tot je beschikking hebt met die custom support, zeg maar. Hier heb je dus een tunnel, daar heb je een tunnel, daar heb je een tunnel. Er zit een soort patroon in de zin dat er steeds, even kijken, ja, er zitten steeds drie bomen tussen, dus 1, 2, 3. Hier zou dan nog weer een tunnel moeten komen. Oh ja, hier heb ik het pad van de uitgang aangepast, want omdat er, even kijken hoeveel mensen, er kunnen 42 mensen in de trein, die komen er dan allemaal tegelijk uit en het pad mondde eerst hier uit. En hier is hartstikke weinig ruimte en het is al hier al best wel druk. En ook al hebben we nog maar 400 gasten, wat trouwens heel snel is gestegen, maar we hebben nog maar 400 gasten en toch vonden mensen het altijd druk. Dus daar maakte ik me meteen druk om. Dus ik werd het pad een beetje opgelegd en ik kom dat hier op dit soort van pleintje uit. Weet je, hier is genoeg ruimte voor de mensen. Hier werden ze allemaal rond die boom neergegooid en dat werd er veel te druk. Dus dat heb ik even aangepast. Ja, blijkbaar kunnen er gewoon zoveel mensen in zo'n treintje dat als ze er allemaal tegelijkertijd uitgaan, dat ze dan gaan klagen. Dat snap ik ook wel. Oh, ondertussen heb ik ook een nieuwe handyman aangenomen, want hier worden mensen heel misselijk van, ook is de misselijkheid niet zo hoog. Ja, ik ben wel heel blij met de ratings. Dus ja, dat is sowieso voor alles voor deze episode. In de volgende episode ga ik dit, ga ik hiervoor zorgen dat het werkt. En misschien begin ik dan ook wel aan de eerste buslijn die dan hier ergens moet gaan komen. En wat ik dan misschien ga doen, is dat ik dit stuk of 5 blokjes naar achteren verplaats, zodat we de ruimte hebben voor die lijn. Want kijk, hier kom ik al meteen tegen deze achtbaan. Dat zou natuurlijk geen goed idee zijn. Dus dan verplaatsen we dit station zo'n 5 blokjes naar achteren en dan kunnen we daar meteen een buslijn aan vastmaken. En die bussen zijn natuurlijk eigenlijk ook trams, maar het zijn gewoon trams die eruit zien als bussen. Toch? Want de attractie is hetzelfde, dacht ik. Ja, London Bus Tram, zo heet het ook gewoon serieus. We kunnen ook nog treinen gebruiken. Dus dat is ook allemaal heel erg leuk. Ik kan ook monorails doen, maar die vind ik er eigenlijk heel lelijk uitzien. Maar het ding met die bussen is wel dat als we hier overheen willen, bijvoorbeeld willen van hier naar daar en terug, moeten we hier natuurlijk overheen. Dus dan moeten we of ondergronds of eroverheen. Dan ga ik waarschijnlijk ondergronds doen, zodat je zo min mogelijk van het zicht blokkeert. Of misschien vind ik wel een manier om een coole brug te maken of wat dan ook. Dan ga ik er gewoon overheen. En het kan ook nog zijn dat dit zeg maar een knooppunt wordt van de halte van de tram. Een halte van een buslijn die kant op en terug. En een halte van een buslijn die kant op en terug. Dus daar gaan ze er nooit overheen. Dat is misschien ook wel beter. Maar ik denk dat ik om te beginnen gewoon één buslijn zou doen. Dus ja, dat is wat we in de volgende episode gaan doen. Ik ben echt heel blij met het park en ik kijk er ook echt heel erg naar vooruit om het op te nemen. Op de een of andere manier is het gewoon zo leuk om die trams in je park te hebben. Om er naar te kijken. Veel leuker dan openbaar vervoer in bijvoorbeeld City Skies of Sim City. Want daar ben je het gewend. En hier is het echt iets wat je niet in elk park hebt. En dat maakt het zo leuk. Ja, ik vind het. Ik kan er de hele dag naar kijken naar deze trams. Echt waar. Het is zo leuk. En we verdienen ook nog best wel wat aan. Zit ook ondertussen wel 14 mensen in. Mijn record is tot nu toe 18 mensen. Dus dat is 10% van de capaciteit. Hè? Want er kunnen er gewoon 180 mensen in. Dus ja, dat is zoveel. Ik weet niet of we ooit die capaciteit gaan benutten. Want mensen zien niet in dat dit handig is om te gebruiken. Om gewoon van A naar B te komen. Ze zien het als een attractie. En als een redelijk saaie, zeg maar. Als ze slim waren, dan dachten ze, oh, dit is sneller dan lopen. Ik ga het gebruiken. Nou ja, aan de andere kant kost het wel 3,50. Dus het zou niet zo slim zijn eigenlijk. Op een gegeven moment wil ik dit gratis maken. Ik denk dat ik dat ook best wel kan doen. Ik denk dat ik daar liever mee wacht. Maar als ik gewoon genoeg verdien, maak ik dit gratis. En hoop ik dat er wat meer mensen ingaan. Zodat ze het ook echt als openbaar vervoer gaan gebruiken. Maar dat komt dan wel later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.